Goedemorgen, het is weer zaterdag en leuk dat je weer kijkt. Het is bij 9 of zo. Volgens mij is het redelijk weer. Ik hoor de vogels weer fluiten. Daar worden we vrolijk van en het wordt goed weer. Yeah. Dus, we zijn opgestaan met zo'n kop, dik oog, zoiets vocht. Maar, blijf lachen, toch? Oh, Niertje gaan zo weer naar de voetbal. Ik ga met gast even de hort op. En daarna zie ik wel wat we gaan doen. Vandaag niet veel te doen, ik moet half werken. Morgen ga ik naar boer. Yes. Een tijdje niet gezien en mijn schoonzus. Dus daar heb ik wel even zin in. Dus, maar ik ga het eerst mijn medicijn innemen nu. Dat is echt nodig, want ik zie sterretjes. En dan gaan we weer tuffen. Nou, het weer lekker simpel. Truitje, blouseje, ontplofte spijkerbroek. Let's go! Thuis. Ja, ik wilde vloggen in de auto, maar ging even niet. Dus ik moet even gaan Even gaan mijn boodschapjes uitpakken. En dan ga ik even eten en dan stofzuigen en mijn was doen en bla 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 bla. Dus. En misschien vanmiddag even naar het kruidvat met ras. We moeten even kijken op mijn gevoel, want ik krijg ook bij mijn flikker. Bla bla bla. Dus ik ga eerst even mijn boodschapjes uitpakken. En Chicky is er ook weer. Met de geblondeerde haar. Ze had er al een stukje of een blogpost over gemaakt. Maar het is in het echt nog lichter gewoon. De camera valt nog wel mee, maar... Met Chick. Lekker eten. Zie. En wij gaan even tuffen. Eerst even tanken. Ik krijg het echt benauwd als die bij 100 kilometer al gaat staan. En daarna gaan we even naar Pijnakker. Toch? Sissi. En het is lekker weer. 9,5 graden. Ja. Kom maar op met die lente. Ik ben klaar voor. Jij niet? Ik ben heel kapje. Lekker de zomer. Oh, lekker smorgen opstaan, ramen open, was buiten hangen. Love it. Echt. Geen twee jassen meer aan. Gewoon zo de auto in kunnen stappen. Heerlijk. Maar ja, dream on, honey. Zover is het nog niet. Dus. Als we thuis komen, gaan we cake bakken. Boerencake. Geen hoerencake, maar boerencake. Ik dacht al. Dat is hoerencake. Ja. Nee, een boerencake. Ras had gisteren een stukje van school meegenomen. Ze had op school ook boerencake gemaakt. Oh, hemels. Dus, want we zouden eigenlijk appel crumble maken. Maar het duurt ons nog te lang. Wij zijn van snel. Snel. Kut, ik vergeet mijn vis eruit te halen. Fuck. Oh, hoe stom. Dadelijk maar. Dus, wij gaan even tuffen en denk. Mama, die gaat even denken. Als jullie het goed kunnen zien dan.
gaat even denken. Kijk mijn haar, jongen. Het ruikt wel lekker. Wow, mijn gezicht is hier heel rood op. Ik heb het ook gewoon warm. Kun je het nou zien? Nee, ik kan haar niet zien. Chips. Oh, mensen komen. Shit. Oh, wacht. Vind je dit ding wel? Het begint te draaien. Kijk, daar. Dan kan je haar zien denken. Ze heeft het niet eens door. Oh, dit is een kutje. Kijk. Komt zo. Hallo. Yo. Ik zat hier via die spiegel te filmen. Ah. Het eerste is dat ze rest moeten denken. Oké. Stop, car. Stop. Zie, wij gaan weer onderweg. Yes. We hebben god nu al uitkomen. Oh, ja, lift. Yay! Check een hele grote spiegel. Zijn we ras? Bijna. Ja, ik weet god niet waar ik heen moet. Fucking hell. Ik loop hier twee mensen een beetje rond te lopen. Het zag dat ze dronken zijn. Ja, maar als je ergens bent waar je niet weet waar je heen moet, is een beetje kut. Nou, zij raakt het meest op dit snap. En we worden zo raar aangekeken met de camera. Ja, maar we zijn vloggers. En we zijn weer bij het Kruidvat geweest en bij de Big Bazaar. Omdat het weer zaterdag is, is het weer bakdag. Met Rachel. Met Rachel, boerencake, meel, mix. Ja, gewoon zo'n boerencake ding. Gisteren had ik dat in huis gekregen. Iedereen had dat gekregen. En gewoon een stuk. Wat doe je nou? Dat stuk moet je hebben. Je mag. Ja, lullen en ik zet hem even op de statistiek. Lampje. Oh, kut licht hier. Zo, deze moeder is even helemaal verziekt. Ik kreeg een appje van Ron dat Nio overbelicht. Nio geblesseerd is geraakt, knie mega verdraaid, kindpijn. En ze zijn nu naar DCP om daar naar de fysio te gaan, maar die is er niet. En misschien komt hij ook niet, dus we moeten even kijken of we eventueel naar spoedeisende hulp moeten. Kut, sorry. Heb zij weer. Niet te geloven. Hey, hallo. Dus ja, dat is even kut. Ras is naar buiten, ook voor zoiets. Klasse, ze keek aan bakken. Gaat ze weg. Wie mag opletten? Ja, moeders. Makkelijk. Maar goed, het is 2:30. Ik loop achter op schema, want ik moet mijn soep ook maken. Hoe is het met de cake? Is die al verbrand? Ja, dus. Ik zei het nog. Hij is gewoon zwart.
check. Schapen er al af. Ik zeg nog, zet die klote dingen lager. Deze oven is heel erg heftig. Dus ik heb een nieuwe highlighter even getest van de Mua. Zo. Maar hij is echt highlight, highlight. Highlight. Dus, maar goed, ik ga dus gaan mijn soepje in elkaar flansen. Gewoon een nieuwe reet stoprood met hamkaas. Prima. En was je niet eten, noem op pizza. En dan moet ik altijd wat nats bij hebben, want anders krijg ik het niet weg. Dus, ja, oh ja, en ik had weer sponsjes gekocht. Zien er vies uit, man. Meestal van die brillootjes, weet je, die zilveren dingen. En die hadden ze niet bij de Big Bazaar. Dit ziet er gewoon echt Lord of the Rings-achtig uit. Volgens mij geeft het ook licht of zo. Anyway, als het me schoonmaakt. Dus, oké, stop met oude hoeren, ga je soep maken. Oké, doei. Cake klaar, cake zwart. Kut, sorry. Een beetje eraf schapen. Hij ruikt lekker. Gelukt. Oké, laten we even een zen moment hebben. Even 5 minuten zitten. Het is 4:10. Een rondje en hier zijn nog niet thuis. Ik heb geen idee hoe laat ik thuis komen. Als je komt om 3:30 thuis. Zoek dat te pruttelen. Ik moest alleen even die pizza's insmeren, dingen erop pleuren en de oven in. Eerst mijn champignons bakken. Afgelopen week even doornemen. Huisarts is geweest, check-up geweest. Of check-up gedaan. Alles was een keer goed. Bloeddruk was een keertje 175. Nou, dat is hoog voor mij. Dus die soort dingen waren goed. Het bloed, ja. Dan staan bepaalde waarden staan goed. Net als het kalium en het natrium. Maar dan staan andere dingen weer helemaal laag en niet goed. En nu is mijn ijzer weer veel te laag. En vandaar dat ik dus ook weer een zootje vocht vasthoud. Hamsteren! Maar ja, goed, dan lijkt wat voller in mijn gezicht, dus dan lijkt wat gezonder. Wie neemt me in de maling? Maar ja, goed. Wel dinsdag weer bloed prikken. Meestal deden we het 1 keer in de maand. Zouden doen, maar dat gaat dus toch niet worden, omdat de waarden gewoon niet stabiel blijven. En we hebben met elkaar afgesproken ook dit jaar daar wel voor gaan knokken, dat ik wel even gewoon die waarden straight kan houden. Maar ja, ik zal wel goed niet weten hoe. Maar goed, we doen ons best. Verder, wat hebben we verder nog gedaan? Niks? Werken, school? Same shit eigenlijk. Ja. Nou, alleen Ras is dan naar de dokter geweest van de week. Die heeft echt huidproblemen. En dat is niks waar ze dreigen voor moet schamen of wat dan ook. Maar het is wel vervelend. Maar daar heeft ze een antibiotica kuurtje voor gehad. Dus. Maar goed, mijn batterij gaat knipperen. Dus die ga ik even opladen. En een bloemkoolpizza. En tomatensoep. En gebakken champignons. Vandaag kwam ook mijn bril binnen. Met van die spiegelglazen. En natuurlijk is het kring te groot. Die had ik ook. Die was al eerder binnengekomen. AliExpress, 2 euro. Top. En ik kan weer lekker genieten van ze. Och. Alleen de rest van de tuin moet nog even opgeruimd worden en schoongemaakt worden. En mijn stoeltjes moeten daar weer neergezet worden. Die staan nog in de schuur. Dus, maar eerst een beetje zon kweken. Zo, het is 6:50 pas. Ik ga mijn make-up eraf halen en ik ga naar bed.
Een shitload aan aspirine. Ik heb alle flikken. Maar goed. Ik wil een blogpost maken. Want ik heb allemaal foto's gemaakt van mijn nieuwe spulletjes die ik gekocht heb. Mijn make-up spulletjes. Leuk. Ik ben erg blij met mijn highlighters, moet ik zeggen. Ik zit alleen helemaal onder de glitter nu. Dus ja, ik ga lekker een beetje tv kijken. En ik hoop op een goede nacht, want ik wil morgen naar boer. En Ron gaat niet mee, dus ik moet alleen rijden. Nou, dat is voor mij een hele uitdaging. Maar ik ga het gewoon doen. Want als ik ergens mijn zin op heb gezet, dan moet ik gaan. Dus... En ik ben blij met mijn nieuwe zonnebrillen, alleen ze zijn te groot. Nou ja, ja. Eentje valt van mijn kop af. Dus die moeten we even kijken of we dat even kunnen fixen. Dus, maar goed. Ik ga het vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Een duimpje omhoog als je het leuk vond. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei.